door Thomas Bos. Ja, we hebben de duim gekregen. We kunnen overgaan tot de huldiging. We doen dat met de delegatie van Koedoder Gevel Renovatie BV. Een van de vele sponsoren die gelukkig de zee daar rijk is. En vandaag mooie sponsor van de kwartetkoers. Die uiteindelijk leiden tot een mega omzet. En dat is natuurlijk waar de sport het van moet hebben. Eerst maar eens even bijpraten met de piqueur voordat de prijzen overhandigd worden. Ja, Thomas, je kreeg hem niet helemaal lekker. Maar ja, het was wel de klasbak in het veld, hè? Ja, absoluut. Ik had vorige keer natuurlijk sterk gewonnen. Maar ik dacht eigenlijk, Michel die trok een beetje de handrem aan de eerste bocht uit. Ik denk, ik rijd naar voren, ik neem de kop over. Maar toen werd die van Michel dusdanig pittig dat hij zei van, ik geef het niet af. Nee, dus zat ik eigenlijk een beetje mee in mijn maag. Maar ze maakt het geweldig. Ze verspeelt niks in dooisporen, ze maakt het geweldig af. Ja, superbeestje, is zich lekker aan het ontwikkelen. Voor jou een lekker afsluiter van het seizoen. Absoluut, mooi seizoen geweest voor de hele stal en voor mij ook. Dus, super. Het is echt niet normaal, hè? Alles liep, hè, bij jullie dit jaar. Nou, niet alles, maar het meeste ging vrij goed, ja. Er zijn heel veel verschillende die gewonnen hebben. Ja, absoluut. Absoluut. Bijna allemaal. Nou, zet door, Thomas. En Stal de Vlieger. We danken nogmaals Koedoder Gevel Renovatie, sponsor van de zesde koers. We feliciteren Tiele Vis, Alkmaarders Puurzang. En die zien vandaag op zo'n mooie dag hun Jannie van Tim winnen. Na Victoria Park, hier dus ook op Alkmaar. En de Nestor is er ook bij. Tijmen Tiele. Hoogt als herboren. En u kunt in de handen, dames en heren, voor de winnaars van de Koedoder Gevel Renovatie BV Kwartet Draverij. Thomas Bos, hij doet het met Jannie van Tim.